Anthony hier. Vandaag weer een nieuwe video en deze gaat over 5 tips voor spieropbouw. Als allereerst, natuurlijk calorieën. Je moet meer calorieën eten om aan te komen in spieren. Dus als jij niet aan het trainen bent, zal het misschien aankomen in vet. Maar doe jij daar krachttraining bij, zal je aankomen in spier. Dus tip nummer 1 is calorieën omhoog. En dat is 400 tot 500 ongeveer dat jij in de plus moet zitten. Dus ben jij een man van 2500 calorieën, moet jij ongeveer tussen de 2900 en 3000 calorieën zitten om aan te komen. En dat verschilt dus natuurlijk voor je leeftijd, je gewicht en hoe actief je bent. Dus misschien heb jij wel veel meer nodig. Dat was tip nummer 1. Gaan we naar tip nummer 2. Dat is de juiste balans van dus de macronutriënten. En de macronutriënten zijn dus de voedingsbronnen waar de calorieën in zitten. En dat zijn dus de vetten, koolhydraten en de eiwitten. En dat zijn dus brandstoffen en natuurlijk ook de herstel, dat is de eiwit. En je hebt ze alle drie nodig. Dus ga niet alleen heel hoog koolhydraat, heel hoog vet en niet eiwit. En ook niet andersom, je hebt van alles wat nodig. En je moet de juiste balans vinden voor jou. Meestal hoe ik het doe is, ik weeg 100 kilo en je moet 2 gram per lichaamsgewicht in kilo's moet je eiwit naar binnen halen. En dat is voor mij dus 200 gram eiwit. Dan heb jij daar 200 gram eiwit. Daar kom ik in een andere video over terug. Hoeveel gram is hoeveel calorieën. Maar ik zeg het alvast, is 800 calorieën. En dan haal je dus bijvoorbeeld nog 1700 tot misschien 2200, als je wilt aankomen, calorieën over. En dat moet je dan opvullen met koolhydraten en vetten. En dat kan je of koolhydraten wat hoger, vetten wat hoger. Maar zolang er maar een beetje een balans in zit, dat het niet zo is en niet zo. Mooi, dat was nummer 2. Gaan we naar nummer 3. En dat is herhalen en rust. Als jij dus spieren wilt opbouwen, moet je naar de sportschool gaan. Je moet een dagje rust nemen, naar de sportschool gaan. En dit moet je over een langere tijd doen. Dan pas krijg je resultaat in spieren. Je kan niet even in 6 weken hoppa resultaat krijgen. Dit moet je echt voor een langere tijd doen. Dus train jij 3 keer per week, ga jij 3 keer je spieren slopen. En geef jij 4 dagen per week je spieren rust om groter te worden. En als jij dus dit misschien voor 4 tot 5 maanden doet, zal je steeds merken dat je steeds bigger wordt. Dus dat is nummer 3. Nummer 4 is heel belangrijk, waar mensen uiteindelijk niet meer aan denken, is progressie maken. Dat kan in gewicht, dat kan in herhalingen, in je tempo's en ook nog in je rusttijd tussen je sets. En dus de meest gebruikelijke, dat is natuurlijk het gewichtsverhogen. Dus als jij een grotere borst wil en je gaat bankdrukken, probeer maar van 40 kilo naar een stapje van 42 kilo. En steeds een klein stapje omhoog. Dus ga niet in één keer van 40 naar 45, want dat gaat meestal of blessures krijgen, of je gaat toch stiekem vals spelen, bijvoorbeeld door de stang tot hier maar te laten zakken en niet helemaal tot hier. Dus maak kleine stappen, dat is belangrijk. En je kan dus ook een herhaling omhoog. Dus je blijft op die 40 kilo, maar je doet niet 3 series van 10 herhalingen. Nee, je doet 3 series van 11 herhalingen. Oké, dat was nummer 4, progressie maken. En dan komen we alweer bij nummer 5. En dat is het hele belangrijke, en dat is slaap. En de meeste mensen zeggen 8 uur slaap is eigenlijk je minimum. Ik ga eerder naar 7,5. Maar het optimale is toch wel 9 uur. En waarom kom ik op 7,5 en 9 uur? Dat is eigenlijk kom jij in je diepe slaap per 1,5 uur. En als jij 5 keer 1,5 doet, kom je op 7,5. En dan heb je eigenlijk ongeveer net zoveel diepe slaap gehad als dus 8 uur. Want dat half uurtje, dat gaat jou niet extra spierherstel geven. Maar 9 uur daarentegen is 6 keer 1,5 uur. En dat geeft je net even die extra diepe slaap, waardoor jij net je lichaam zoveel rust geeft om die spieren te laten groeien. Dat waren de 5 tips. Leuk dat je hebt gekeken. Geef de video een duimpje omhoog als je het interessant gevonden hebt. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan op mijn fitnesskanaal. En ik zie jullie in volgende week's video.